Het is weer diplomadag op de TU in Eindhoven. Momentum, zoals dat tegenwoordig heet. Hier te zien op de editie van 2019. Zo ongeveer gaat het ook dit jaar, al is het nu nog wat specialer met het 50.000ste diploma dat wordt uitgereikt, een jubileumjaar en het jaar na corona natuurlijk. Wie het vorig jaar allemaal moest missen, komt vrijdag alsnog aan de beurt. Nou, vorig jaar hebben we eigenlijk al gezegd, toen we wisten dat Momentum niet door kon gaan, van dan gaan we het volgend jaar extra groot doen. En dan geven we die studenten ook de kans om hun Walk of Fame te lopen met de ouders in de zaal en dan toch dat moment mee te pakken. Er moet dit jaar flink met stoelen worden geschoven, omdat de ceremoniehal door meerdere evenementen gebruikt wordt, die allemaal binnen 2 dagen plaatsvinden. Een grote puzzel dus. We hebben dus eerst het feest, dus alle stoelen eruit. Dan de momentumceremonie, is weer alle stoelen erin. Dan opening Dutch Design Week, is een deel van de stoelen eruit en tafels erin. Dan weer dat er weer uit, morgen weer stoelen erin voor de momentumceremonies. En dan weer alle stoelen eruit voor het feest van morgenavond voor de medewerkers. Zo'n happening als het tegenwoordig is met disco spotlights en camera's, dat was het zeker niet in 1963. Toen Eindhovenaar Dim Wolters als een van de eerste afstudeerde op de TU. Toch had hij niet willen ruilen met de huidige generatie afstudeerders. Absoluut niet vergelijkbaar met wat het vroeger was. Het was eigenlijk een hele kale uitreiking in een kamer met een hoop professoren. En dan kreeg je er een paar vragen en dan kon je wat vertellen. Ja. En dan was het dat. Het gaat uiteindelijk om een diploma en niet om de dansende meisjes, zeg maar, op het podium. Die is, ik denk niet dat ik dit nou heel graag gewild had, nee. Goed, nou, dit is het dus, het diploma wat je toen kreeg. Een heel boek is het eigenlijk. Nou, het valt mee, hoor, het aantal bladzijden. Maar het is mooi handgeschreven nog, hè. En met de hand ondertekend door mijn afstudeerhoogleraar en de voorzitter van de chemieafdeling. Eenvoudig en sober, zonder al te veel toeters en bellen dus, laat staan schijnwerpers. Het is vooral een andere herinnering die Wolters van die dag is bijgebleven. Die van de broek waarmee iets goed mis was. Ik kwam dus terug op de TU met een jacket, maar toen zakte mijn broek af. Dus toen heb ik van een elektriciteitsdraad heb ik dus een soort riem gemaakt en vlug de boel in elkaar gebonden, zodat die bleef zitten. Ik geloof dat het jacket van mijn vader was. Ja, die moderne TU waar je tegenwoordig behalve studeren ook kunt eten, feesten, wonen en wat al niet meer. Wolters is er al enige tijd niet meer geweest. Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik geloof dat ik er bij het 10-jarig jubileum nog een keer geweest ben. Het was al zo groot geworden dat ik eigenlijk amper bekenden tegenkwam. En toen dacht ik van ja, nou, dat doe ik geen 2.